denkt Paul Magnet daarvan? Ja, want hoe ver wil u gaan? En het is blijkbaar makkelijker om met de Christendemocraten, met de Liberalen tot een akkoord te komen. En uiteraard zeker met de socialisten. Hè? Het is ja, zeker met de socialisten. Ah, ja. Ja. Maar waarom zou het daar gemakkelijker voor u, gaan? Uiteraard. Verrassend voor u. Alsof, daar, alsof die Vlaamse socialisten minder Vlaams gezind zijn, denkt u? Nee. Het is gemakkelijker te praten met degene die over concrete en precieze onderwerpen willen spreken. Hoe willen wij de arbeidsmarkt herorganiseren bijvoorbeeld? Dat is een concrete vraag. Dat is belangrijk voor Vlaanderen, voor Wallonië, voor Brussel. Dat zal een welvaartfederalisme, zoals wij zeggen, kunnen bouwen. Die zijn de vragen die wij moeten proberen te antwoorden. En niet zullen wij confederaal enzovoort. Die zijn woorden en symbolen. En we kunnen de problemen van de mensen niet oplossen met symbolen. Ja.